gesproken zien, Angèle. Ik weet van geen madame. Je zit de kogel in mijn kop, hè. Oh. Wat is dat? Wat die aanval betreft, hè. Ik zou heel graag de camera willen laten passen. Normal mode. Zet hem een eentje in de top defense. Dus, Schiet. Ja, de reden te weinig om het hier te doen. Die yes, oké. Oké, kom aan. Is dat er mee? Wave 2. Kijk, we kunnen in de toekomst nog altijd zien of dat we dat moeten veranderen. Ja, dat is dus nog niet af, dat is natuurlijk. Ja. Next upgrade. Ik denk niet dat het gaat lukken. Kom aan. Ja, dat gaat niet halen. Nee. Yes, skip. Sorry. Yes, oké, ik receive een bonus. Ik verwonder me eigenlijk niet dat Peter de Zwaan spelen. Ik heb de afgelopen weken niet echt goed bij hem gezien. Ik zei dat je dat allemaal oké vindt. Kom aan, schiet. Waar zou ik ook nog het grote slachtoffer van de hele situatie? Ik wil echt geen kant moeten kiezen, schat, maar ik wil zeker niet dat er ruzie gaat komen tussen ons. Yes, oké. Okay. Hup. Oh nee, die snelle. De snelle persoon die ook eigenlijk maar 3 heeft. Dat is een. Ja, ik ken schutter, een sniper. Een ongeluk voor een vrouw nooit hetzelfde afvoer voor hem. Wat kun je eraan doen? Niks, denk ik. Up, sniper upgraden. Ja, ik heb echt. Ik ken niet de beste mannetjes, maar ja. Laat het toch maar even spelen. Met niet te goeie. Ja. Ik ga niet breken. Ik versta dat heel goed, hè. Hoe dat allemaal aan de hand komt. Oké, deze hebben 8 levens. Dat moet ergens moeten doen om Kobe en Vixos samen te zien. Ik wil dat ik alle waves ga halen. Wacht, is er een? Oké, skip. Sniper. App upgraden. Doe het later toe. Tim en Kobe zijn gewoon vrienden. Meer niet. Wanneer dat is eindelijk kunnen inzien. Oh, die rappen, hè. Die hebben maar 3 levens. En die hebben maar 3 levens. HP, maar ja. Als je blijft eisen, dan Kobe Vic niet mag zien. Ik kan even wachten. Ik weet dat je ons film gaat tegen zien. Daarom dat jij zo jaloers doet. En ons film die ziet u ook nog altijd tegen. Een moeder voor. Oké, schiet dan. Oh nee, die kan het niet meer. Schiet! Kom maar. Ja, Marianne, bedankt voor het doen. Schiet daar! Schiet! Ik wil geen man, ja, geen extra mannetje kopen. Dus als je nog langs wilt komen voor een check-up? Nee, dat begrijp ik niet. Zeg maar, moest er ooit iets zijn? Ja, oké. Okay. Nog eens merci, hè. Zo, upgraden. Zo, heb ik nog meer dan 600 euro op. Ga ik deze upgraden. Deze ga ik zelfs maximum maken. Ik heb eigenlijk maar 2 verschillende soorten mannetjes. Moet goed. Ja. Het is een middenboss. Een normal boss. 160. Ik ga... Ja, oké. Okay. Yes, geld. Fully upgrade. Ik heb een scout. Ah, even kijken. Nu kan ik niks upgraden. Ik heb zelfs deze sniper upgraden. Ja, oké. Is het een
Oh no, oh no, oh no. Waarom ik ga er niet vertellen dat er niets gebeurd is, hè? Zeg, jij bent niet het type om een heel weekend weg te gaan om alleen maar paardjes vast te houden. Ja, misschien heb ik het liefst gezien. Spouwen, hè? Yes, oké, okay, die is dood. Even kijken. Doe dat je koppel bent. Binnenkort zijn we samen en dan komt het toch te weten. Ah, wel ja, dan ga je tot dan moeten wachten om te zien als dat gegeven is. Oh nee, nog een bons. Deze bons heeft. Dus het verder met meer AP. Zo. En ik heb. Kom aan. Ja, dat ga ik nooit halen, nee. Zet even een paar mannetjes. Kom aan, kom aan, kom aan. Hup. Kom aan. Nee! Mijn eerste dood. En hoeveel doet hij? Ah, pijnlijk. Was pijnlijk. En ik wou eigenlijk de sniper voor 3500. Ik heb mannetjes moeten kopen en die haalde het niet. Ja. Kom. Oei, oei. Deze heeft nog maar 9 en deze heeft nog iets van 100. Oh, come on. Foto skip, yes. Ik krijg geld. Kan ik even een sniper? Wat is dit? Oh, dat is zo'n dubbele. Come on. Yes, ik heb meer dan sniper level 2, level 3. Deze sniper level 5 gaat sowieso tot ergens hier kunnen. Come on, come on, hup. Upgrade. Oké, de sniper level 4 kost 4000, dus dat is wel heel duur. Ik ga even nee doen, want ja. Duur. Ja, dus deze sniper level 3. Kom aan! Oh, die is in de syntactic. Kom aan. Ja, we gaan het doen. Ik ga sowieso dood. Wat als we investeren in zonnepanelen en... Yes, oké. Okay. Ik heb bonus gereceived. Elke zet telt voor een groot effect. Zo, ik ga zo hard dood gaan, hè. Come on. Die normal bosses zijn traag, maar veel HP. Net hier de... Shadow-achtige... Shadow-achtige, ik weet niet hoe die heet. Nekroller. Maar nu ben je soms een politiepaard. Neem de missie gaat in een space cabrio. En soms infiltreer ik op een kinderboerderij. Maar haal die ene rare vrouw meer. Die je. Anders gaat hij nog meer spawnen. Ja, ik weet het. Hij Come on.
Ja, als die niet blijft maar spawnen. Haal deze neer. Die van 250 HP. Man. Ja, ik heb. Yes, 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 yes. Enkel nog deze. Kom aan, kom aan. Kill, ja. Goed zo. Goed zo. No. Zijn 30 wezen, ik weet. Als hoop ik. Ik denk dat het 30 wezen zijn, want dat hebben we in de helft. Slimes, the mystery. Oh. De mystery, die hebben 10 HP en dan veranderen die nog in een random. Een random ding. Is deze al max sniper? Nee, level 3 sniper. Ik wil die zelfs level 4 krijgen. Wave bonus gekregen. Loud to the distance, I don't like what I'm meaning. It sounds like something huge is coming prepared. Deze normal boss is bijna dood. Nog maar één keer dat ik echt HP heb afgekregen. Dan was het een sterke HP af. Come on. Wave, kill, ga dood. 10 en deze. Oeh, die verveel. Ja, nu krijg, komt hij naar een zone, kijk. Dat is hier echt een zone waar je door 4 mensen wordt neergeknald. Deze heeft nog 90. Deze, oeh, ja. Deze moet ook wachten tot. Yes, bonus. Hup, upgraden. Fully upgrade. I fast boss, that's also. Ja, kan ik niet lezen, het was veel te snel. Dit is een slow boss. Oeh, hier is. Hidden boss. Deze is 1000. Meer dan 1000 HP. Zeker het is niet belangrijk, het is overal een schotel toe. Ze heeft wel beloofd dat ze nooit meer zal overgeven in de shackles van de mannetjes. Is het dan geen glorie aan monsteren? Ze is echt niet in te tonen. En wie heeft ons aan mama heeft meegenomen? Of is het steven van Kurt? Ik denk dat ik nu eraan ga gaan. Maar ja, ik heb niet de beste mannetjes. Dus. Oh, een YouTube-stuk op TV. Hashtag cool, YOLO, LOL. Ah ja, je hoort die jonge kijkers denken. De Nelly is toch toch niet meer mijn. Welkom bij de slimste mens ter wereld. Ja, ik ga. Hoeveel heeft die? 80! Ik ben dood. Ik heb 12 minuten en 36 seconden overleefd. 37 coins, 28 XP. En 5 shards. Het zou leuk zijn als Anton ook meedeed. Maar ja, die was. Die is van Roblox afgegaan. Ik ga return to lobby. En ik zie je later. Ja, ik kan het stemmen. Oh, nee, dat is echt dingen. Oh, oké, dus. Blijkbaar gaat er man nog door. Zo, ja, waar kun je zien hoeveel coins je hebt? Ik heb nog 0 keer gewonnen, blijkbaar. En waar kun je armor hier? Dus kun je dingen kopen? Toch? I'm not sure.
Is dit mijn show? Ik weet het niet. Ik weet echt niet. Ik denk dat dit mijn show is. Dit zijn de teleporters. Hier, de star. Kan niet duidelijk. Vast. Hoe kunt je kopen? Ik ben in de store, maar... Dat denk ik. Ja, ik kan dus niet kopen, ik snap niet hoe dat werkt. Hoe is dit? Wat is dit? De leaderboard, ja, daar is ook niet echt voor te kopen. Ik heb een scout en een sniper, maar voor de rest niks. Even kijken. Kan iemand mij vertellen waar ik iets moet kopen? Want ik weet het echt niet. Oké. Wat is dit? Dit is mijn green screen. Max, je neemt green screen. Nice. Ja, echt, ik weet niet, hoe moet je hier iets kopen? Ah, joh, het is zo erg. Ik weet niet of je iets moet kopen. Ik weet echt niet. Insane. Hard. Hard. Normal. Ja. Hoe koopt je iets, AUB? Vertel mij dat. Towers. Towers. Ja, dit is Robux. Oh, hier zijn de coins, dingen. DJ Boots, waarom zou je überhaupt kopen? Dat is toch... Kaboom? Freezer is ook eigenlijk best handig. Ik ga eerst die kaboom. Zo, en dan inventaris staat hier tussen. Oh, ik heb een D. Ja, nu wel. Die kost 450. Dan gaan we even terug. Gaan we in een nieuwe ronde. Hard normal. Doe het liefst alleen of met een vriend. Ja. Het is gewoon persoonlijk. Vind ik dat leuk zo. Normal.
Wacht, Cyber City, Retro Zone. Ja, easy. Ja, ik pak easy. Dan ga ik het misschien zeker halen. Oké, we gaan de Harbor nemen. Een easy ronde, dus dat betekent dat we het kunnen halen. Ik zeg niet dat we het gaan halen, maar het is mogelijk. Door je hoofd doen en door mensen die naar mijn video's kijken en dan komt de krant weer mijn artikel van denk ik mijn kijkers op gaan draaien om dat te doen. Oké, na deze rondje gaan we stoppen. Normal, molten of... ja, deze gaat niet. Normal of molten? We pakken normal mode. Ik heb 500 cash, dus we kunnen een granaat krijgen. Maar ik denk dat het anders is dan deze. En een hier. Die allebei één keer te upgraden. Zo. Dan zijn we nu al safe. Dan ga ik zelfs een sniper hier op dit hoekje zetten. Oh my god. Als ik het nu al niet meer haal. Eén. Come on! Schiet die ene ding door! Ja. Vraag 2, ACES. Haec quaestio de cognitione linguae latinae quaerit. Wie deze zin heeft begrepen, gaat dat wel snel weten, want ik zei zo net, deze vraag gaat over de kennis van de Latijnse taal. Welk woordje van 4 letters betekent half in het Latijn? Het antwoord gaat bij jou zeker een belletje doen rinkelen. Semi. Semi, inderdaad. S-E-M-I. Semi. Dat zal vraag 3 zijn. Achter deze rondes nog de Polydor Lippens. En dat is een belletje. Wauw, die doet veel damage. Oh my god. Ik dacht eerst van waarom? Waarom is die zo duur? Maar die doet echt veel damage, geloof me. Hupsakee. Die bommer. Of ja, die demoman is echt heel duur. En nu heeft hij een molotov, denk ik. Ik denk dat dat molotov is. Hup. Die doet gewoon one-shots. Die demoman of zoiets, ik weet niet hoe hij uitspreekt. Skip. Ik heb cash received en dan ga ik nu even een snipertje. Zo, en nu ga ik voor de rest deze eerst op max. Want dit is echt goed. Oké, we zitten nu al eigenlijk best wel. We zitten nu al aan wave 5. Wauw, hoeveel damage doet die? 5. Ups, oké. Hoeveel damage doet deze? Ook 5. Hup. Molotov smijten. Zijn range is 12. Oké, nu kost hij 3500. En er komt 7 à 20 HP, 12 tot 14. Rage 2, reload time 2 wordt 1.8. En het is een bigger explosion. Deze is de moeder van mijn vriendin, maar alleen maar op de China
even wachten tot ik 3500 heb, want dan kan ik, de nieuwe upgrade kopen. Die doet dan gewoon letterlijk 20 damage en bij deze guy is het echt handig als hij 20 damage doet. Wat? Nee. Oef, jammer. Au. Dat is pijnlijk. Ja, ik weet niet wat er daar gebeurde, maar ja. Ik ga niet minder dan daarnet halen. Dat wil ik niet. Oh nee, die random guys. Heeft hij nu gewoon een RPG? Ik ben een beetje krap in ja, dingen. Straks, een nieuwe aflevering van Slims en Mes. Superleuk dat ik is met mezelf, Steven en Ace. Ja, ik ga zo hard dood gaan, hè. Hield hij nu gewoon? De fuck? You lost! 5 minuten en 46 seconden, 20 coins, 10 XP en 3 shards. Return to lobby. We zijn nu al een half uurtje bezig. Dus ja, we gaan nog één rondje doen. Dit was echt een korte ronde. Dus. Even kijken. Steven Gucht. Beste mensen, kijk niet zuur, want straks is Acid hier en hij neemt het op tegen mezelf en tegen Gloria deze avond in de Slimste Mens. Insane, is er een easy? Yes, easy. Maar ik heb het liefst alleen, dus ja. Een moonbase. Ik zal het graag doen, ik wil het, maar is hier nog een easy app die ik alleen kan doen? Normal. Oh. Ik ga de moonbase normal doen. Oké, gekozen voor de moonbase normal. Oh shit. Nee, ik ga eruit. Sorry persoon, maar ik wil liefst alleen. Dit is ook normal. De height normal. Na 15 seconden tot ook dan. De volgende die ik wil... de volgende die ik wil kopen is de... Freezer. Ik hoop dat ik hem nu langer volhoud dan met de vorige dan daarnet. Mijn lange kabel. Het was geen geluid. Dat was niks, ja. Na 4 minuten 33 seconden stilte. Ja. Vraag 8, Gloria. Een Amerikaan heeft onlangs een job misgelopen omdat hij positief. Absoluut geen douche nodig in de dagen voor de test.
De difficulty gaat op normaal. Normaal is ja, altijd veel. Dat is normaal veel makkelijker dan dan molten. Kom maar, sorry. Ik weet niet echt wat het pad is, dus ja. Vraag 9, lees iets. Ik zie al een tijdje bezorgd kijken, waar blijft het dagelijkse geschiedenisvraag? Wees niet bang dat u is. Zet volgende drie gebeurtenissen in chronologische volgorde. A. De oprichting van de Universiteit van Oxford. B. De oprichting van de Shakespeare. C. De start op het hoogtepunt van het Azteekse Rijk. Kom aan. De start op het hoogtepunt van het Azteekse Rijk. De geboorte van William Shakespeare en de oprichting van de Universiteit in Oxford. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. That's okay. Next. Eerst het Aztekse Rijk, dan Oxford en dan Shakespeare. Nee, dat is ook niet goed, Gloria. Is Shakespeare? Nee, is dat. Ah nee, er is niks anders. Is. Oh my god. Is Shakespeare dan het Aztekse Rijk dan Oxford? Dat is ook niet goed. Nee. De Universiteit van Oxford was al in 1096 de Azteken. Dat was tussen 1300 en 1521. Hoe is deze map? 64. Vandaar dus Oxford, Azteken, Shakespeare. Ja. Ik denk dat hier zit er dood. Dat hier ik dood. Ja. Ik weet echt niet hoe deze map is. Deze map is het echt onhandig met deze bommer, de T-Moman. Het is onhandig in deze map, blijkbaar. Want ja, kijk. Hier, dan raakt hij zo net misschien. Dus van ja, om dat thuis in te drinken, de skiers, ja, sommige skiers drinken dan. En dan gaan ze, ja, een paar aan op hun matten. En dan, denk ik, dat is het gevaarlijkste moment, ze moeten uitkijken. Jij gaat skiën soms? Ja, zeker. Met je man. Ik ben zelf geen, dan ik wou wel de video's als ik op het gerecht sta. En we hadden een plek gevonden in een soort terras, ja. Waar er een café was op de berg. Ja. En wij gingen daar gewoon zitten. Kijk ook dat iedereen naar beneden viel. Dat dan gewoon het café en dan was je super ver om te gaan leren te halen van het iedereen stond dronken toen we weer op skiën en die viel al van die berg. Die deden een skilat af. Ging daarop zitten en dan van de berg. En ik zie mezelf kunnen nemen met Michael Schumacher. Ja, dat nu ga ik sparen voor deze level 4 te krijgen, want dat heb ik daarnet niet kunnen halen. Oh nee. Hier is een normal boss van 160 HP. Vote skip. Yes. Hoeveel ga ik krijgen? 880. Dan duurt het nog wel even hier dat ik deze max kan. Raakt hij hem nog? Yes, yes, yes. Nog een keer? Hup. Nog? Ja, goeie. Goeie zet. Ja, voor een sterke schaatsje eigenlijk. Ik ben meestal de koningin. En dat het kunt schakelen. Want ik heb het schakelen gezet. Ja, dat is dat wat ik heb het schakelen gezet. Dat is geen kunstje meegedaan. Westplaats. Maart verloren. Oh. Ja, maar ik zou altijd gewoon niet meer naar het Fest Clubskampioenschap en dat is toch weer. Hidden Zombies, no way. Laatste vraag van deze ronde. Aces voor 10 seconden. Bob Marley maakte niet aan een succesvolle reggae. What's that? Dit is normal boss. Niet omdat hij zo'n fan van was, maar omdat de naam zo mooi paste bij zijn club. Bob Marley en de Wailers. Kom aan, schiet die dood. Oh, dit is dus niks. Bij ons bij het einde van deze 107 hypnotische
Ja, ik ben dood. Oeh, pijnlijk. Ja. Ik kon dingen doen om, ja. Hupsakee. Dit is fully. Dit is als je hem fully hebt. Als je deze in het midden plaatst, kun je dan de hele map? Nee. Kijk. Ja, ik zweef. Bam. Sniper up. Ik denk echt dat als je een sniper helemaal upgrade en je die middenplaats dat die de hele map op kan nemen. Zie, die wordt nog groter. Die kan gewoon letterlijk de hele map. Scout level 2 wordt level scout level 3. Scout level 1 wordt zelf. Dat is ook level 1, oké, ja. App 300, 600. Come on. Ga dood, gij. Die spamt allemaal rotwezens. Yes, oké, die is dood. Met deze bomber op max levels al is het super goed. Scout Max. Zo, is Scout ook nog een keer. Ik heb bijna alles, al mijn mannetjes Max, dus dan ga ik er. Als al mijn mannetjes Max zijn, dan ga ik er nieuwe mannetjes plaatsen. Nee, het is op dit moment niet echt nodig, maar. Kijk, zelf deze moest eigenlijk nog niet geüpgraded worden, maar toch heb ik het gedaan. Enkel nog deze twee, maar dat zijn 4000 en 3500. Dus ja, dat kan even duren, dat kan een paar waves duren, maar ik moet eerst opletten of ik de wave wil nahalen. Yes, ik heb 3500, ik kan deze upgrade, dan doet hij 20 HP, dat is echt mega veel. En die heeft ook een goed range. Ik denk dat ik hier zelfs nog een bommer ga plaatsen als ik de sniper heb geupgraded. Dit staat hier letterlijk voor niks. Oh. Nee! Ik heb 8 minuten overleefd, 42 seconden, 40 coins, 30 XP en ik heb 6 shots gekregen. Return to lobby. En dat is natuurlijk ook, want lachen is gezond. En lachen, dat doe je liefst met een gezond gebit. Daarom... We zijn nu al 40 minuten bezig en... Dat is heel nice. Ik heb ook nog Minecraft opnieuw. En even naar de kijken.
naar event. Stil te laat. Ja. The False Invasion Event. 150 shorts? Dan moet zeker Anthony meedoen, want ik, ja. En dat is maar voor rank 1, hè. Ja, oké, maakt het uit. We gaan hier naar de store. We gaan naar Towers. Ik heb 400 coins. Ik weet niet wat dit DJ doet. Oh, die generate zo van die dingen. 2500. Kan ik niet. Robux. 150, deze zou ik kunnen. Maar ik denk niet dat hem goed is als een paintball kunnen. RPG'er, scout heb ik. Shotgunner. Deze kan ik ook. Sheep. Sheep aan effectief burst tower greed voor beginners. Deze kan ik niet. Robux. Die ook niet. Het is oprecht moeilijk. Heb ik nog? Nee, ik heb niet genoeg voor paintballen ook nog te kopen. Dus dan heb ik het goed dat ik de eerste duurste heb gekocht. Kijk, ik ga even naar skins en dan ga ik weg. Hallo. Zelfs komt hij normaal hier. Moet misschien even wachten. Ja, zie hier, solider. Dat is 355. Wat? Morgen een nieuw programma opgelezen, hè? Zomaar een equip, solider. Zo, dan staat het meer op volgorde. Ja, ik ga nu even geen wedstrijd. Ik zie jullie bij de volgende video. Tot dan. Peace out.